Hoi allemaal en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van mij. Dit is mijn morning routine en zoals je ziet doe ik er altijd een beetje lang over het opstaan. Dan doe ik eventjes de lichtjes aan van mijn gaasrek en ga ik eventjes mijn telefoon checken en even op Snapchat en Instagram. Dat doe ik eigenlijk elke ochtend. Nou, dan ga ik mijn bed uit en dan ga ik meestal even douchen. De shampoo en crème spoeling die ik gebruik zijn van Goul. Want ja, die vind ik gewoon echt super fijn. En deze douchegel ruikt echt super lekker. Als ik klaar ben met douchen, dan ja, doe ik mijn haar een beetje afdrogen en zo. En leg ik ook even mijn kleding klaar. Ik had vandaag een hele chille dag. Ik hoefde eigenlijk nergens heen. Dus ik heb lekker een joggingbroek en een shirt. Nou, dan is het tijd om eventjes mijn haar te doen. En ja, ik gebruik glitterspray. Want daar wordt mijn haar lekker zacht van. Dan gebruik ik een olie en deze doe ik in mijn haar zodat het eigenlijk nog zachter wordt en hij ruikt ook nog eens heel erg lekker. Dan doe ik een crème op mijn gezicht omdat na het douchen mijn gezicht altijd heel schraal is. Daarna ga ik mijn tanden poetsen en meestal doe ik dit na het ontbijt. Maar ik had er nu eventjes geen erg in. Daarna gebruik ik mondwater. Want ja, dat ruikt lekker. En dan ga ik eventjes mijn make-up doen. Dan maak ik even een knot, want mijn haar zit zoals altijd lekker in de weg. Zo, dat zit ook weer helemaal mooi. En dit heb ik ook altijd, lekker veel klitten. Dus borstel ik mijn haar nog een keer. Nou, dan doe ik even mijn bed opmaken. Dat doe ik eigenlijk elke ochtend wel, want ja, dan is mijn kamer gewoon wat netter en ziet het er ook wat netter uit en zo. Dan is het tijd om naar beneden te gaan, want ik had honger. Nou ja, hier ging ik lekker eventjes mijn ontbijt klaarmaken. En ik eet eigenlijk elke ochtend wel iets anders. Het is gewoon waar ik trek in heb en of ik er tijd voor heb. En ja, dit eet ik best wel vaak in het weekend eigenlijk. Nooit op een doordeweekse dag, want daar heb ik nooit tijd voor. Nou, dan is mijn ontbijt klaar en dan ga ik dat eventjes lekker opeten. Ik had al mijn huiswerk eigenlijk al gemaakt in tussenuren en zo, dus ging ik lekker chillen. En hangt vanaf wat ik ga doen, een beetje Netflixen. En ik had even de kaarsjes aangedaan voor de gezelligheid. En ja, ik ga gewoon een beetje chillen op mijn telefoon en zo.
En hier ging ik ergens anders zitten. En ik denk dat dit wel het einde is van mijn morningroutine. Dit is dus wat ik 's ochtends doe. Als ik gewoon een chille dag heb dan. Ja, ik doe niet zo heel veel. Ja, dat was het nou. Dat was echt. Dan komt nu de afsluiting. Hey allemaal, nou dat was mijn morningroutine. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet vooral niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!